Hallo, I'm Denise en welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Wat eigenlijk één enorm groot fashion dilemma is. Ik ga namelijk de hele week lang kleding stylen in een outfit die ik nooit draag. Bij sommige items zie ik er gewoon echt tegenop, want er zijn natuurlijk allerlei redenen dat je kleding niet draagt. Ik vind het niet meer leuk of ik wist nooit hoe ik het moest dragen. En ja, sommige dingen, die zeg ik eerlijk, die durfde ik ook gewoon nog niet te dragen. Dus ik help mezelf even over de drempel deze week. Daarnaast update ik jullie over iedere outfit, hoe vind ik het om te dragen. En aan de hand daarvan kan ik dan bepalen welke kledingstukken ik hou en welke gewoon rijp zijn voor de kringloop om te doneren. Dus een spannende week waar ik heel veel zin in heb en ook een beetje zenuwachtig voor ben, want nu moet ik wel. Dus ik neem jullie zometeen mee de kast in. Ik ga een outfit uitzoeken voor vandaag en dan kunnen jullie ook alvast een beetje meekijken voor de rest van de week. Dus ik zou zeggen, doe alvast een duimpje omhoog om mij te supporten deze week en laat even in de reacties weten wat nou typisch een kledingstuk is, wat jij nog nooit gedragen hebt, maar wat je eigenlijk wel heel leuk vindt. En misschien doe je dan volgende week na deze video gezien te hebben ook wel mee met een week lang kleding dragen die je nooit droeg. En vergeet ook niet te abonneren hier beneden om altijd op de hoogte te zijn van al mijn video's. En dan zou ik zeggen tegen mezelf, doe je badjas uit en zoek een outfit uit de kast, dus ik neem jullie mee. Oké, zie hier mijn kledingkast die ik nog steeds eigenlijk moet ordenen, maar ongeveer is het wel geregeld. En ik denk aan mezelf dat ik de uitdaging zeg van probeer van verschillende soorten stijlen, dus rokjes, jurken, iets te doen deze week. Waar ik echt al weken tegenaan loop, dat zijn hier mijn overgooiers. Ik denk dus steeds van die wil ik weer eens aan en dan doe ik hem aan en dan denk ik, wat zie ik er nou raar uit, mijn figuur komt er niet mooi in uit. En dan denk ik, ik wil er eens een riem bij dragen, kijken hoe dat staat. Maar zover kom ik dus nooit, dan heb ik het alweer uitgedaan. Dus ik ga voor vandaag de eerste dag voor deze zwarte overgooier, want die heb ik ook echt nog nooit aangehad sinds ik hem kocht in de uitverkoop. Dus die ga ik doen en dan denk ik met een kooltrui. Maar ik weet dat ik er ook een paar heb die ik nooit draag, dus ik ga even op zoek. Het is echt een bende hoor jongens, maar deze bijvoorbeeld, die grijze hier. Dit is echt ook een nietszeggende kleur. Ik snap niet waarom ik hem kocht. Maar ik moet hem aandoen, want dan weet ik ook gelijk of ik hem moet houden of niet. En het kan op zich wel met zwart. Dus die doe ik met de overgooier aan. Pantietje erbij, riem erbij. Dan zie je zo de outfit. Ik heb er dus even een riem omheen gedaan. En het is een beetje rommelig of zo, want je hebt nu allemaal van die dingen. Maar door het gevoel dat hier iets zit, voel ik me al wat meer vrouwelijk of zo. Dus dat vind ik wel leuk aan de outfit. Ik ga even zo meteen even mijn normale schoenen erbij aandoen. En dan ga ik boodschappen doen. En dan zal ik even straks, als ik weer thuis ben, mijn gevoel aan jullie laten weten. Oké, tijd voor een update. Het is het einde van de dag. Ik ben uiteindelijk even met oma naar opa gegaan. Iedereen vond het leuk wat ik aan had. Ik zelf ook, maar ik ben eigenlijk niet te spreken over die kooltrui zo met die kleur. Ik vind het zo suf. Dus mijn conclusie is dat ik dit ding wel leuk vind nog steeds, maar met een wat frissere kleur erbij. Ik ga het niet meer met deze grijze kooltrui dragen en ik denk zelfs eraan, is die kooltrui wel leuk bij iets anders. Dus die leg ik heel even op een stapel dat ik hem nog één keer in een andere outfit ooit aandoe. Maar dan morgen moet ik ook iets aan en dan heb ik dus een studiedag van mijn werk. Dus dan ben ik echt van 8 tot 5 met mijn collega's. Ik zit veel, dus ik wil eigenlijk wel een relaxte outfit aan. Dus ik neem jullie weer even mee naar mijn kast. En wel naar het jumpsuit gedeelte. Wat in de onderste la is. Want ik heb namelijk één jumpsuit. En toen ik hem kreeg vond ik hem geweldig. Dat is deze. Hij ligt ook onderaan de stapel van jumpsuits hier. Een zachte stof jumpsuit. En ik doe dan haklaarzen wil ik erbij aandoen. Dus dat wordt de outfit die ik morgen ga dragen. Good morning jongens, het is erg vroeg. Ik ben heel suf, mijn stem ook. Dus ik heb besloten dat ik vanmiddag als ik thuis ben, dat ik even een lookboekje invoer van deze look. Ik moet zeggen, ik voel me er lekker in. Het zit lekker en het staat ook best wel leuk. Nou jongens, dit was dus echt een succes outfit. Ik was nog niet binnen en al 3 collega's zeiden wat een leuk pak. Gedurende de dag kwamen er nog een paar en daardoor vond ik hem zelf ook eigenlijk nog veel leuker. Het zat heel lekker, dus ja, ik snap gewoon niet waarom ik hem nooit eerder aan heb gedaan.
Dus ik ben nu over de drempel. We hadden het er wel nog even over of dit iets te sexy was. Dus als ik het gewoon naar mijn werk aan zou doen, zou ik er wel een hemd onder doen. Maar dit is een keeper. Ik ga dadelijk met jullie kijken wat ik morgen aan ga trekken in de kast. Ik ga deze kast openen, want hier heb ik allerlei jasjes waar ik de helft niet van draag. En ik weet er één in mijn hoofd die ik echt nog nooit heb gedragen. En dat is dit soort van lossige vest. Het is echt een typische miskoop. 8 jaar geleden heb ik dit jasje gekocht. Ja, ik heb het gewoon nog nooit aangehad. Het is doorschijnend met velvet. En er zit een beetje blauw in. En nou twijfel ik of ik het met een spijkerbroek aan ga doen. Of met een zwarte broek. En ik denk eigenlijk met een zwarte broek. Want anders voel ik me wel een beetje clownesk. Jongens, het is heel erg. Ik moet mijn haar nog doen. Maar ik doe dit niet aan. Ik vind het zo erg. Ik weet zo wel dat dit weg kan. Het staat me gewoon niet. Ik ga nu heel snel een andere trui pakken en dit ding uit mijn kast verwijderen. Dus dit is echt niet omdat ik plankenkoorts heb, want ik zou het wel durven, maar nee, dit staat niet. Ik doe het weg. Dit is wat ik even snel heb gepakt uit mijn kast, maar ik heb wel wat anders voor het eerst nieuw gedaan. Dat is dat ik mijn haar met een steltang heb gedaan. Het was zo dood aan de onderkant en dan valt het minder op. Dat heb ik echt 10 jaar niet meer gedaan. Vinden jullie het staan? Ik ben er dus achter gekomen dat kleding bij mij heel erg bepaalt hoe ik me voel over mezelf. En ik vond dit wel een leuk shirt, hè, want dit was niet wat ik weg wilde doen. Maar dit is dan niet een outfit die ik van tevoren had bedacht. En een beetje gewoontjes vond ik mezelf vandaag. En dan heb ik eigenlijk, denk ik, heb ik nou alles uit mijn dag gehaald? Ja, dit klinkt heel overdreven, maar zo denk ik echt over mijn outfits. Dat maakt of breekt mijn gevoel. Dat, misschien hebben jullie dat ook wel. Ja, dus ik wil even goed de tijd nemen om te kijken wat ik morgen dus aandoe. Want het moet dus iets zijn wat ik nooit aan heb gehad. Maar ik wil voorkomen hoe ik me vanochtend voelde met dat gekke vest. Maar daaronder ligt een leren broek die ik nog nooit heb aangehad. Dat is deze. Maar wat daar weer het probleem mee is, als ik per ongeluk pijn in mijn buik heb morgenochtend, dan kan ik die broek al niet meer aan. Zal ik hier gewoon op wagen anders? Dus misschien iets langer op. Even kijken hoor. Holy crap, guys. Een witte trui gewoon. Wit. Een wit truitje met de rode broek en witte sneakers. Hey, there we have it. Een gedurfde outfit, want die trui is dus strak. Maar ik vind wit altijd een mooie kleur om te combineren. Witte sneakers erbij. En ik ga het gewoon doen hoor. YOLO. Good morning jongens. Ik heb mijn haar vandaag vast met dat stijle haar nog steeds. En ik voel me 1000 keer beter dan gisteren. Kijk, die trui die ken ik al, maar het ging vandaag om de broek. Eén item wat ik dus nooit draag. En ik vind hem best wel leuk met die sneakers. Alleen, kijk, daar kwam ik net achter. Dit is wel kapot bijna, want ik trok hem een keer hier aan naar boven. Dus dat is wel jammer, maar goed. Ik voel me er tot nu toe lekker in. Nu nog naar mijn werk. Ik ben weer terug met een leuke update voor jullie, want een van mijn collega's zei vandaag, wat een heftige leren broek op een basisschool, een beetje voor de grap was het, maar toen zei hij ook, je hebt altijd wat nieuws aan. Hey, dus het lijkt net als je dingen dus aandoet die je nooit aan hebt gedaan of lang niet aan hebt gehad, alsof je allemaal nieuwe dingen hebt. Dus dat is weer even een leuke bijkomstigheid die je zomaar zou kunnen hebben als je ook deze challenge doet. Dus ik heb nu al zin om mijn outfit van morgen uit te zoeken. Ik ga even een heftige outfit voor mezelf pakken, want er hangt daar namelijk een pak. En ik hou heel erg van pakken dragen, maar er is één pak wat ik nooit aandoe. En ik zeg iedere keer tegen een collega die ongeveer dezelfde heeft. Ja, ik heb zo'nzelfde pak, ik doe hem ook een keer aan. En iedere keer doe ik het weer niet, sinds ik hem heb gekocht. 1 jaar geleden bijna. Het is een Zara pak. Ik zal hem even pakken. Ik weet wat de reden is dat ik hem dus nooit pak. Dat komt omdat die broek... Ik heb altijd high-waist broeken. Dit is een lage broek. Wat ik niet meer ben gewend de laatste jaren. Dus jullie zien zo meteen hoe het staat als ik het aan heb. En hier is de outfit. En ik zie meteen wat ik er dus niet leuk aan vind. Dat is dat die echt niet hoog genoeg is naar mijn zin. En de pijpen die lopen een beetje wijd uit. Wat ik meer mijn benen korter vind lijken. Maar ik zal het jasje er even bij aan doen, want het is wel
een leuk pak. Ik moet echt even mijn mening bijstellen, want misschien is dit pak wel gewoon gemaakt om sowieso met een jasje te dragen en niet met zo'n gek wit t-shirt. Want dat maakt natuurlijk ook groot. De waarheid. Ik ben nu 2 uur thuis en ik heb een legging en deze trui aangedaan. Het pak was een succes van wat iedereen er weer van vond. Kinderen vonden het ook leuk, maar het zit gewoon niet lekker. Dit zit zo heerlijk. Ik wil echt heel graag morgen dit aan. Maar dat is niet de afspraak. Oké, ik sta weer voor de kast, jongens. En ik zei vanmiddag al, ik wil een relaxte outfit aan. Dit zal het niet helemaal zijn, want het wordt een jumpsuit, heb ik bedacht. Die ik ook nog nooit aan heb gehad. Want hij is namelijk donkerblauw. En ik haat donkerblauw. Dat staat me niet. Ik voel me er niet prettig in die kleur. En het is deze stof wat een beetje zo statisch wordt in deze tijd van het jaar. Maar je kan wel de knoopjes een beetje sexy wat verder open doen. Het is vrijdag en ik heb, jongens, mijn overal aan. Ik vind het model en zo heel leuk door dat touwtje. Maar door die knoopjes is het wel echt een overal. En ik ben een beetje zenuwachtig wat de kleuters gaan zeggen. Want we hebben net het thema bouwen achter de rug. Dus een bouwvakker was op school. We hadden dit soort pakken ophangen aan de muur. Dus ja, het moet wel dat iemand zegt van wat heeft u aan. Maar hij is wel leuk. Met sneakers heb ik erbij gecombineerd. Dat is misschien ook een beetje casual, maar ja, ik heb geen zin in hakken vandaag. En het zit heerlijk. Dus ik moet even wennen aan de kleur blauw, maar jullie horen straks een update hoe het is ontvangen. Daar ben ik weer thuis bij Kees, the place to be. En wat was dit een leuke dag. Nou, iedereen vond het weer een leuk pak. Geen kind heeft gezegd, u heeft een pak aan van een bouwvakker. Ze vonden het allemaal leuk. Nou, dat weet ik niet, maar er waren er een paar die zeiden dat het leuk was. Ik heb heel veel dingen ontdekt aan mijn kleding. Echt dingen die ik totaal niet meer wil dragen, waarvan ik weet dat ik ze direct kan gaan doneren. En ook dingen waarvan ik denk, ja, waarom deed ik ze nooit aan? En die ik nu, zoals dit pak bijvoorbeeld, en die ik maandag aan had, die jumpsuit. Nou, die ga ik echt naar mijn wekelijkse garderobe verplaatsen. Als je het motto hebt van ik leef met de dag, doe dat dan ook zo met je kleding en je schoenen. Doe het gewoon aan. Want het is zonde om het te laten hangen. Dat heb ik nu ook wel een beetje al aan kunnen snuffelen deze week. Dus ik zou zeggen, doe het ook een keer, want het is echt een eye-opener. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Heb je nog andere challenges? Laat het me ook weten. En heel graag tot de volgende keer om 4 uur. Challenge!